Robin, een 1-0 overwinning tegen PEC Zwolle. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, ik denk dat het een leuke en felle wedstrijd was. We wilden voor de winst gaan en dat zag je direct. Ik denk dat we veel vooruit hebben verdedigd. Zwolle onder druk proberen te zetten. In de eerste helft, de eerste paar minuten lukte dat heel goed. Kwamen meteen ook goed eruit. Alleen daarna hadden we het wat lastiger. Maar ik denk dat in de tweede helft hebben we dat omgezet en gingen een stukken beter. Ja. Nou, jij staat natuurlijk achterin, dan is de nul lekker. Maar jullie hebben ook vrij weinig weggegeven, hè? Ja, inderdaad. Vrij weinig weggeven, dat ging goed. We hebben afgelopen week ook getraind op de verdedigende organisatie. Ik denk dat er wel redelijk goed uitzag. Alleen nu nog dat verder uit te werken. Ja. Jullie speelden twee wedstrijden van een uur. Je hebt zelf ook 1 uur gespeeld. Hoe was het qua fitheid? Ja, het begint te komen. Nee, wel. Ik moet zeggen, eerlijk, op minuutje 50 keek ik toch even naar de klok. Maar uiteindelijk, die 60 minuten, dat is prima. En langzamerhand kunnen we dat ook uit gaan bouwen naar 90 minuten. Je bent een paar weken geleden overgekomen. Hoe zijn deze weken voor jou geweest? Ja, leuk. Ik kom uiteindelijk na de transfer natuurlijk richten weer op voetbal en dat vond ik fijn. Ik wilde een nieuwe uitdaging, die heb ik gekregen en daar ga ik vol gas voor om dat zo leuk en goed mogelijk te maken. Ik heb een leuke tijd tot nu toe hier. Ze hebben me goed opgevangen en het is een mooie grote club, dus ik ben er blij mee. Ja. Deze week trainingskampen in de Lutte, hoe is die bevallen? Zwaar? Wisselend qua zwaarte. We hebben leuke dingen gedaan, maar ook uiteraard heel hard en goed getraind. En dan afsluitend een wedstrijd. Ik denk dat het een goed trainingskamp was voor ons. Uiteindelijk als je dan de wedstrijd winnend afsluit, dan is dat alleen maar mooi. Top, dankjewel. Ja, graag gedaan.